Yes guys, Paul hier. En welkom weer bij een gloednieuwe video. Ik heb vandaag een super speciale video en een super waardevolle training voor je gemaakt over Black Friday en Cyber Monday. Ja. Afgelopen 4 jaar verkoop ik al producten en diensten online. En dit is puur een training voor producten online verkoop voor e-commerce. En ik ga je mijn bewezen en consistente Black Friday Cyber Monday strategie delen voor jou die je kan gebruiken. En ik deel deze before Black Friday zodat je daarmee aan de slag kan gaan en dat kan gaan toepassen voor je eigen dropship store of inkoopstore of wat voor e-com store je dan ook hebt. Oké. Nou, wat ik persoonlijk zelf doe, ik begin op zondag de 19e en dit is het eerste dag dat ik ga beginnen met het pushen van mijn order. En wat mijn aanbod eigenlijk jaarlijks is bij Black Friday en Cyber Monday is 25 tot 40% korting Black Friday, Cyber Monday uitverkoop. En dit moet eigenlijk zo goed zijn, iets dat je dus nog nooit eerder hebt gedaan, maar je nog steeds wel de ruimte hebt om winst te houden. Om tussen de 10 en 15% winstmarge te kunnen zitten. Nou, wat ik je aanraad om te doen is een nieuwe campagne te gaan lanceren. Dat is een retargeting campagne. Dat is een nieuwe Black Friday Cyber Monday focused retargeting campaign. Daarin gebruiken we dus Black Friday Cyber Monday foto creatives 2 tot 3. En gebruik je ad copy die van toepassing is op Black Friday en Cyber Monday en spreek daar voor je headline en je ad copy. Nou, je doet hier 5 euro per ad set bij een nieuwe campagne en je doet elke mogelijke optie voor retargeting. Dus je hebt meer dan 50 euro per dag aan retargeting momenteel aanstaan alleen al met deze. Nou, je headline en kopping is privé toegang tot onze Black Friday blowout sale of uitverkoop of hoe je het ook wil noemen. En de audiences zijn dus alle remarketing audiences. View content, add to cart, initiate checkout, video views, etc. etc. Nou, wat het doel eigenlijk is, laat je klanten genieten van deze vroege uitverkoop voordat Black Friday begint. En haast om onze Black Friday Cyber Monday 25 tot 40% korting te kopen vroeg. Voordat we uitverkocht zijn op vrijdag. Dus benoem dit ook in je copy dat je waarschijnlijk uitverkocht raakt met je voorraad op vrijdag. En deze geef je dus zondag de 19e toegang aan het publiek. En deze is retargeting, dus dit is dus op warm verkeer. Mensen die dus jouw product al eerder hebben gezien. Nou, wat doen we nou voor koud verkeer? We lanceren een nieuwe koud verkeer Black Friday Cyber Monday Elite Scaling. Of algoritmische targeting kan je eventueel lanceren als je nog niet bij Elite Scaling bent. Nou, algoritmische targeting zijn 10 ad sets van 5 euro per ad set, dus 50 euro per dag. Met doelgroepsgrootte tussen de 8 ton en de 5 miljoen voor betere optimalisatie. En we gebruiken hiervoor ook weer Black Friday, Cyber Monday copy en spreektaal voor headline en ad copy. Nou, weet je niet hoe je Elite Scaling en algoritmische targeting moet doen? Ik heb genoeg video's op dit kanaal staan waar ik je precies uitleg hoe dat gaat, dus daar wil ik niet al te veel tijd in gaan steken in deze video. Nou, voor Elite Scaling, dit behandel je dus als een normale Elite Scaling campagne met het killen van AdSense. En we willen dat deze uiteindelijk blijft runnen tot Cyber Monday. En dit is nog steeds van zondag de 19e en we gaan helemaal door tot maandag de 27e. Voor degene nu die beginnen met testen van hun producten, gebruik de waarschijnlijkheid en shine van Black Fridays en Cyber Monday. En met de enorme intentie van kopers die nu toeneemt, maakt dit een geweldige tijd om je producten te gaan testen in Q4 en de markt in te gaan voor de eerste keer. Dus mocht je nog geen winnaar hebben met je dropship store bijvoorbeeld, dit is echt de perfecte tijd om te gaan beginnen met verkopen. Want hierin zijn verkopen gewoon echt door het dak heen. Dus wat je wil doen als je begint met testen, lanceer alleen dus algoritmische targeting. Dat zijn dus 10 ad sets van 5 euro per ad set, is een ABO. Daarin volgen we de 3 dagen zoals altijd. De eerste dag analyseren dus KPIs, kost per klik, CTR, CPM. Tweede dag analyseren we add to cart en de derde dag sales. Hier gebruik je ook weer Black Friday, Cyber Monday copy voor en woordenschat, zoals we laten zien op de volgende slides. Nou, je hebt als het goed is ook, als je al langere tijd bezig bent met e-commerce, heb je dus e-mail en lijsten. En wat ik wil dat je hierin gaat doen is het schrijven, voorbereiden en het managen van een e-mailreeks van 1 per dag die je uitstuurt in de richting van privé early bird korting tot Black Friday. Dus elke dag stuur je meer e-mails uit en die gaan dus richting Black Friday. Oké, we zijn dus nu bij maandag de 20e, de tweede dag. Retargeting staat nu aan. Deze laten we gewoon lekker rustig lopen voor 5 dagen. Analyseer deze en verhoog het audience budget met een ROAS boven break-even ROAS met 50% elke dag als de adset winstgevend blijft. En retargeting is echt het geheime wapen met deze Black Friday Cyber Monday deals. Want mensen hebben dus namelijk jouw product al een keer gezien en ze hebben al een keer interesse gehad. En dit is misschien net die trigger van
25-40% die mensen nodig hebben om jouw product te gaan kopen. Oké? Okay? En met 50% verhogen, dus dan is van 5 naar 10 euro, van 5 naar 7,50, van 7,50 naar 10 uiteindelijk, et cetera, et cetera. Dus elke dag kan je deze dus met 50% verhogen, als die winstgevend blijft en boven je break-even ROAS. Nou, wat doen we dus voor elite scaling, wat je aan hebt staan? Die laten we lekker runnen. Observeer de doelgroepen en wees hier niet agressief met uitzetten. Het staat toch pas 1 jaar aan. En laat Facebook lekker naar goede adsets zoeken. Nou, voor de algoritmische targeting volgen we dus de 3-dagen regel. Testregel als normaal. Nou, nu zit je eigenlijk al. Zondag zou je de eerste dag hebben dat je hem aan hebt staan. Maandag is de eerste dag en deze dag zou je dus add-to-cards gaan analyseren. Hierin gebruik je dus Black Friday en Cyber Monday copy voor in je eigen voordeel. En dit doe je dus op je ad copy, maar dit doe je ook op je productpagina, op je landingspagina. Zeer belangrijk om dit toe te gaan passen. Oké, wat ga je dus weer doen met je e-mail en sms? Je stuurt vandaag ook weer een nieuwe e-mail, elke dag met een uniek feestdag gerelateerd bericht. Om ze constant te herinneren dat Black Friday en Cyber Monday aankomen. En je pusht je echt richting die early bird private sale helemaal tot vrijdag. Dus je hebt momenteel al een sale aanstaan tot Black Friday helemaal. Nou, opmerking, alleen de retargeting audiences, Black Friday, Cyber Monday, lead scaling of algo en e-mail / sms list hebben toegang tot de early bird Black Friday Cyber Monday discount. Niet het echte publiek. Dus alleen iedereen die in jouw retargeting zit, in jouw lead scaling, in jouw algo targeting, in je e-mail of sms lijst. Niet gewoon random bezoekers die op je site komen. Oké. Okay. Je hebt de gedupliceerde landingspagina / link gemaakt van je product of van je producten eventueel. En met de respectievelijke deal die je weggeeft. Dus die 25-40%. En dit is echt om exclusiviteit aan je klanten te geven, omdat niemand anders op deze link komt, normaal gesproken, omdat deze ook verborgen is op je site. Behalve voor degene die dus in jouw retargeting, in je ad zitten, e-maillijst. Oké. Okay. Nou, op Black Friday zelf gaat de volledige site gaat op een blowout sale. Met de automatisch toegepaste korting. En de goal is dus om je lead scaling of algoritmische targeting, retargeting en e-mail / sms vooruitzicht de kans te geven om jouw producten vroeg te kopen voordat je het waarschijnlijk gaat uitverkopen in 1 dag op Black Friday. En zorg ervoor dat je het duidelijk maakt in deze copy dat je dus om 12:00 vrijdagnacht de Black Friday korting uiteindelijk gaat eindigen. Om wat urgency te creëren. Oké, wat doen we dinsdag de 21ste? Dit is al de 3e dag dat je momenteel ads aan het runnen bent. Nou, retargeting loopt nog steeds door en ga dus door met het runnen van je retargeting campagne. En verhoog winstgevende adsets budget weer met 50%. De goal is eigenlijk uiteindelijk om deze week meer te spenden dan dat je normaal zou doen, omdat je ook meer kan verdienen dan dat je normaal kan verdienen. En wat we dus doen met koud verkeer, met elite scaling. Kijk het nu zit je op de 3e dag, let echt op die drastisch slecht gepresteerde adset. Zet die uit en stop het budget terug in goed presterende adset. Dus hier zit je ook per adset dan 5 euro en vandaag zit je op 15 euro. Nou, mocht je daar nog geen sale uit halen, zet deze dan lekker uit en stop dat dus in budget wat dus wel sales maakt. Voor je algoritmische targeting, volg hierin de 5 keer duplicatieregel zoals we altijd zouden doen. Je bent nu aangekomen op dag 3 en normaal gesproken zou je dus uit je 10 adsets en verschillende adsets zouden sales moeten hebben. Met een winstgevend product wat je waarschijnlijk al hebt of nog aan het testen bent, dan kan je dus bijvoorbeeld de adset bier die dus een sale maakt, kan je dus gaan 5 keer kopiëren en dan voor vannacht de 22e alvast aan gaan zetten. Wat we vandaag ook weer met onze e-mail en sms lijsten doen, is je stuurt een nieuwe e-mail, die stuur je elke dag, met een unieke feestdag, een gerelateerd bericht om ze constant te herinneren en push richting early bird private sale. Helemaal tot aan vrijdag, tot aan Black Friday. Onthoud, je hebt dus een privé landingspagina gemaakt om al deze mensen daarin te pushen. Dus zorg ervoor dat je dat ook aanhoudt. Oké, woensdag de 22e. Retargeting. Deze laat je nog steeds runnen voor de komende 5 dagen. En je verhoogt audience budget met een ROAS boven break-even ROAS. Met 50% elke dag dat het winstgevend is. Dat blijven we gewoon lekker doen en ja, dat loopt gewoon prima zo door. Wat je nu wilt gaan doen is je lanceert laatste kans copy voor retargeting. Je kan de huidige copy momenteel aanpassen en laat de mensen weten dat de deal eindigt op vrijdag middernacht. Om ervoor te zorgen dat ze nu gaan kopen, het is momenteel woensdag, en zonder zorg te hebben dat de voorraad wordt uitverkocht en dat ze dus de kans gaan missen om jouw product te kunnen kopen. We hebben ook nog koud verkeer en dat is de elite scaling die nog steeds aanstaat. Doen we precies hetzelfde in. Je observeert die audiences. Wees niet agressief met het uitzetten ervan. Adsets zijn nog steeds aan het optimaliseren en op zoek naar winstgevende adsets om die verder te schalen.
Geen laatste kans kopie voor koud verkeer, dat is momenteel niet zo relevant. Oké, okay. Wat doen we met algoritmisch targeting? Je gaat nog steeds door met de 5 keer duplicatie methode. En je noteert audiences met de hoge ROAS. Waarschijnlijk heb je aantal ad sets met 2 plus ROAS. En ja, breid voor om verticaal en verhoog ze vanaf morgen. Dus deze kan je ook gaan schalen in ad set budget. Dus van 5 euro naar 6 euro, et cetera, kan je dit ook weer omhoog gaan schalen. Oké, okay. We hebben nog steeds onze e-mail en sms-lijst en dan stuur je een nieuwe e-mail elke dag met een unieke feestdag-gerelateerd bericht om ze constant te herinneren. En push richting early bird, private sale, helemaal tot aan vrijdag. Blijft eigenlijk hetzelfde en ik blijf het herhalen omdat dit cruciaal is om te doen om veel geld te gaan verdienen tijdens Black Friday en Cyber Monday. En je verstuurt hierin ook je laatste kans e-mail / sms-copy. Laat de mensen weten dat de deal middernacht eindigt op Black Friday voor extra urgency. We zijn maar 2 dagen ervan verwijderd, dus zorg ervoor dat dit geregeld is. Heb laatste kans copy live op ads die erin gaan vanaf de 25e. Oké, okay. We zijn dus nu op donderdag de 23e en we zijn nu nog steeds bij retargeting. Je verhoogt winstgevende ad sets met 50% opnieuw en je past copy aan iets voor middernacht om ervoor te zorgen dat het geaccepteerd wordt. Naar laatste kans, vandaag alleen Black Friday gefocuste ad copy. Wat doen we met ons koud verkeer en de elite scaling? Schaal en edit de budgetten van de 5 tot 8 hoogste performance. Agressief van 5 naar 50 euro. Dus met de hoogste ROAS, de top 5 tot 8, gewoon van 5 naar 50. We zijn agressief bezig. Met algoritmische targeting doen we precies hetzelfde. Schaal winstgevende audiences van 5 naar 50. En edit dit budget om middernacht. Het is duidelijk dat we ons voorbereiden op een hogere Black Friday Cyber Monday uitgave met deze budgetverhogingen. Maar onthoud goed, met de budgetverhogingen die je momenteel doet, ga je ook waarschijnlijk meer verdienen door deze unieke strategie en de goede producten die je momenteel al hebt of aan het testen bent. Nou, wat doen we nou met de e-mail en sms-lijsten vandaag een dag voor Black Friday? Je stuurt verleidelijke Black Friday Cyber Monday uitverkopers hier. Push het fact dat de aanbieding zo goed is dat we hoogstwaarschijnlijk uitverkocht raken morgen. Dus zorg ervoor dat je de aanbieding pakt voor het te laat is. Omdat je deze deal waarschijnlijk nooit meer gaat zien of tot de volgende Black Friday en Cyber Monday. Oké, Black Friday de 24e. Hier hebben we allemaal op gewacht en hier hebben we het hele jaar naartoe gewerkt. Je site gaat volledig op uitverkoop. De hele site is nu in de uitverkoop. De volledige site. Niet alleen de exclusieve landingspagina die je hebt gemaakt. Zorg ervoor dat die Black Friday Cyber Monday branded is, je volledige site, en je dus 25 tot 40% korting kan geven. Voeg automatisch de korting toe aan de volledige site op deze dag. Wat ik wil dat je extra gaat doen, je wilt de hele dag 24/7 support hebben op je store. Zorg ervoor dat er altijd iemand op zit om de vragen van jouw potentiële klanten te beantwoorden. Zorg ervoor dat de website dus gebrand is met Black Friday Cyber Monday. En laat je ads lekker het werk doen en geniet van jouw beste Q4 ooit. Oké, we zijn nu bij zaterdag de 25e. We zijn nu een dag na Black Friday, maar nu werken we langzaam richting Cyber Monday. Zet uit elke nieuwe gemaakte Black Friday Cyber Monday audiences die verliesgevend zijn de afgelopen 3 dagen en die momenteel nog steeds aanstaan. Edit alle kopies van onze Black Friday Cyber Monday campagnes die hebben gemaakt om Cyber Monday focus te zijn. Bijna precies dezelfde kopie, het enige wat je veranderd is van Black Friday naar Cyber Monday, bij wijze van spreken. En de site heeft nu automatisch toegepaste korting tot maandag. En iedereen die de Black Friday deal heeft gemist, kan deze deal nog kopen. Zorg ervoor dat alle edits zijn nagelopen en gepland staan voor zondagmorgen. En laat het lekker lopen tot zondag. Nu zijn we al aangekomen bij zondag de 26e en retargeting loopt nog steeds. Laat die adset lopen en verhoog winstgevende adsets van de laatste 3 dagen met 20%. Wat doen we met ons koud verkeer, lead scaling en algoritmische targeting? Die laat je langzaam lopen richting Cyber Monday. Je hebt al verschillende verhoogde audiences met de Black Friday scale methode gebruikt. En met e-mail / sms pakken we 1 dag voor Cyber Monday aan. Stuur een laatste, absolute laatste kans e-mail / sms en bereid ze voor op de deal die eindigt om middernacht op maandag Cyber Monday en de volledige sale over is. Cyber Monday. Laat audiences lopen en stuur nog een laatste keer een e-mail blast in de middag uit. Laat de mensen weten dat de deal vanavond eindigt wanneer het 12 uur is. Laat e-mail en ads hun ding doen vandaag en geniet van jouw Cyber Monday. Dit was mijn volledige Black Friday Cyber Monday strategie voor jou in 15 minuten. En ik hoop dat je deze kan toepassen in je eigen dropship of e-com store. Ik hoop dat je hier super veel aan hebt gehad. Volg me op Instagram Paul van Sprunnel en Facebook Paul van Sprunnel. Like en abonneer als je dit een super tof video vindt. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Ciao, ciao.